Weer Mercedes in Rusland, de inhaalrace van Alexander Albon en interne problemen bij Ferrari. Dit is seizoen 2019 Grand Prix 1013, aflevering 16. Ja, mannen, welkom bij de Undercut, aflevering Rusland aan tafel. De vaste bezetting aanwezig als altijd, Thierry, David en Sebastiaan. Jongens, er staat taart op tafel. En champagne. En champagne. We zijn een jaar bezig. Ja. Het is een hele speciale aflevering inderdaad. Het is een jubileumjaar, ja. En we leven allemaal nog. We leven nog. Voelen we ons een beetje feestelijk? Zeker. Belangrijkste, we kunnen elkaar nog uitstaan. Nou, spreek voor jezelf. Ja, precies, ja. Spreek voor jezelf. Thierry, je bent druk bezig met een... Het ziet er gevaar. Kijk, champagne erbij. Ja, jongens, dit momentje mogen we toch wel heel even vieren. Als we zeg maar naar het einde toe stom dronken aan het lallen zijn met een dubbele tong, dan weten de luisteraars hoe dat komt. Gelukkig hebben we geen beeld. Scheelt. Lekker, Chair. Dankjewel. Alsjeblieft. Niet aan tafel, maar wel aanwezig is niemand minder dan Michel Bleekmolen. We spreken hem straks, maar eerst de podcastpromotie. Luister jij de Undercut via de Apple Podcast? Geef ons dan vooral 5 sterren. En voor de nieuwe luisteraars, welkom. Je kunt je abonneren op Spotify en luister je via YouTube. Geef dan even een duimpje omhoog. Daarover gesproken? Ja. We hebben vorige week alweer recensies binnengekregen. Oh, dus mensen doen dat ook, joh. Ja. Daarom. Dus, nou, vorige week zijn we bijvoorbeeld Dim, prima podcast met leuke info. Alleen het volume mag wat harder. Ah. Nou, dus, nou, gas geven altijd, dus altijd goede feedback. Dan kunnen we harder gaan praten. Nou, we kunnen het ook gewoon even goed gaan kijken. Maar goed, wil jij dus ook net zo... net zoals Dim. Dim 11 heet hij. Ja. Dat jouw review volgende week wordt voorgelezen door Maurits. Laat dan vooral een review achter met 5 sterren. Oké, jongens, cheers. Eventjes ja, op de... even klinken. Cheers. Op Dim. Nou, op een jaar. Op Dim. Dat gezegd hebben we. Dankjewel, Dim, trouwens. Ja, dankjewel inderdaad voor de review. Het nieuws dan van deze week. Ja, alsof er niks gebeurd is. Maar er is wel wat gebeurd. Ja, Nick de Vries. Precies, Formule 2. Formule 2 kampioen. En dat het enige jammer is daarvan dat hij niet naar de Formule 1 gaat. En dat is natuurlijk wel traditie. Maar hij gaat natuurlijk naar, zoals we al wisten, naar het Formule 1-team van Mercedes. Maar wel de eerste Nederlander ooit die Formule 2 kampioen wordt. Dus dat is natuurlijk wel heel erg gaaf om te zien. En verdient natuurlijk. Ja, hij gaat dus niet direct naar de Formule 1, maar is er nog een kans dat hij later dan promoveert? Ik denk het niet. Ik denk als jij langer dan 2-3 jaar in de Formule 1 rijdt, dan is de kans op een Formule 1 zitje heel erg klein. Ja, maar is dat een slecht iets? Nou, ik denk dat Formule 1 zeker wel toekomst heeft, want op een gegeven moment zal alles op elektriciteit gaan. En dat willen we eigenlijk helemaal niet weten, dat wil ik zelf ook helemaal niet weten, maar het is wel wat het is. Zag je al kijken? Ja, nee, het zijn wel de feiten. En misschien dat de Formule 1 op een dag ook wel elektrisch gaat worden. Ja, maar los daarvan is er nu, laat ik zeggen, ook echt een goed stoeltje bij Nick de Vries in de Formule 1, waar hij echt, laat ik zeggen, zijn kwaliteiten kan zien. Ik bedoel, we zeggen het al heel, eigenlijk de afgelopen, ik denk 5-6 afleveringen, van al die jongens tegen wie Nick de Vries heeft gereisd, Norris, Albon, Russell, weet je, die presteren allemaal hartstikke goed in de Formule 1. Ja. Maar je ziet het al bij Russell, die kan niet anders dan finishen of P15. En daar mag hij uitermate blij mee zijn, omdat hij dan echt een goede race heeft gereden. En er zijn op dit moment vrij weinig, laat ik zeggen, echt goede stoeltjes waar hij zich zou kunnen bewijzen. Ja, en hoe je het ook kan zien, hij maakt nu eigenlijk gewoon wel van zijn hobby of sport waar hij nog geld in moest stoppen, maakt hij nu wel zijn werk. Hij gaat er nu wel geld mee verdienen. En dat is natuurlijk wel de droom die je hebt. Ja, en bij een hele mooie organisatie, bij Mercedes natuurlijk. Ja, de conclusie is dat hij dus niet dat het zo slecht nog niet is, Formule 1, Mercedes-avontuur voor Nick de Vries, in plaats van Formule 1. Nee, en wat hij zelf ook al zei, wie weet is hij straks de eerste Nederlander die, of de eerste, überhaupt de eerste coureur die van Formule 1 de overstap maakt naar Formule 1 alsnog. Kijk. Ja, dus een record. Eigenlijk een verkapte recordpoging dit. Nou ja, en wie weet hebben we binnen 5 jaar wel een Nederlandse Formule 1 kampioen en een Nederlandse Formule E kampioen. Dat zou natuurlijk helemaal fantastisch zijn. Meer reden voor Nederlanders om ook de Formule E te gaan volgen. Ja, hebben we weer champagne. Goed. Genoeg over Nick de Vries en de Formule 2. Sebas, jij hebt voor ons de wekelijkse nieuwsronde gemaakt langs de nou, ik zou bijna zeggen de velden van Europa. Dat ja, zijn het niet. Nee, dat klopt. Ik ben weer eventjes rond gaan kijken in internationale media. Zo ging ik onder andere kwam ik terecht in Duitsland, Groot-Brittannië en in Spanje. Laten we beginnen met Duitsland. Bild. Vettel tegen Leclerc, de slipstream-ruzie bij Ferrari. Feit is dat een van de twee Ferrari-coureurs de gemaakte afspraken niet begreep of zich hier bewust niet aan hield. Wedden dat de herrie bij Ferrari nog lang niet over is? Nou ja, wat denken jullie?
Iemand, ja. Schiet hier keihard. Ja, Daaf. Er wordt even taart weggewerkt. Ja, wat denk ik? De ruzie bij Ferrari nog lang niet over is. Nee, ik denk die rijders die rijden voor zichzelf. En er is al iemand die dat heeft gezegd natuurlijk. Dat komt denk ik later in deze aflevering. Maar zo sta ik er ook achter. En Vettel, ja, die wil zich heel graag bewijzen. Vooral naar de fouten die hij heeft gemaakt. En Leclerc, ja, een jonge hond, die wil altijd het maximale eruit halen. Je moet gewoon geen afspraken maken. Je moet ze gewoon lekker laten racen. Alleen, laat ik zeggen, als het kampioenschap er echt om spant voor je team, wat ze nu toch niet doen, maar ga dan afspraken maken. Maar ga nu niet al een coureur verlopen trekken. Dat is zo'n kinderachtig... Dat is gewoon zo kinderachtig vanuit het team. En laat ook gewoon richting de fans toe. Laat ze gewoon lekker racen. Dat is wat we willen zien. Hier is denk ik nog een hoop over te zeggen. Laten we daar even voor nabeschouwing wil je wachten. Zeker. We waren bij de persronde. Ja, nou ja, dan komen we bij de Telegraph. Die kijken eigenlijk, nou ja, Groot-Brittannië. Die kijken eigenlijk al direct vooruit naar de titel voor Lewis Hamilton. Die stellen: Ferrari's chaotische middag aan de Zwarte Zee gaf Mercedes een onverwachte 1-2 finish. Hamilton beëindigde daarmee zijn reeks van de 3 verloren races. Met nog slechts 5 races te gaan, lijkt niets in de weg te staan voor een 3e opeenvolgende titel voor Hamilton. Ja, die kan in Mexico geloof ik al verzilveren, die titel. Ja. De 6e dan. Ja. Nog maar eentje van het legendarische getal van Schumacher. Ja, 7. Ja. Oké. Okay. Ja, nou ja, dan komen we tot slot in Spanje aan. AS. Vettel haalde door risico op electrocutie de pits niet. De Spaanse krant ging voornamelijk wat dieper in op het uitvallen van Sebastian Vettel. Vettel veroorzaakte met een kapotte MGUK een safety car, waardoor Lewis Hamilton de race ten koste van Leclerc naar zich toe trok. Dat impliceert dat er een risico was op electrocutie, omdat er gebrek aan isolatie in de auto zat. Vettel sprong werkelijk uit de auto om geen dubbel contact te maken met de auto en de grond. Hij sprong overigens opmerkelijk optimistisch van van de voorkant van zijn auto, viel mij op. Dat is dus omdat hij bang was dat, dat er flink wat vol door zijn lichaam heen ging. Ja. Maar dan nog. Het was er maar bijna alsof hij iets te vieren had. Nou, ja, te vieren dat hij niet geëlektrocuteerd werd. Is dat ook waarom wij champagne hebben hier? Nee. Dat niet per se. Over Vettel is de een en ander gezegd en dus geschreven. Had je nog meer eigenlijk voor ons in het vat? Nee, maar dat heb ik wel. Oké, ja precies. Want Marco, heb je even iets over Vettel? Ja, en ook wel vrij iets opmerkelijks. Ik bedoel, Vettel die komt natuurlijk van Red Bull Racing af. Was eigenlijk de protégé van Helmut Marko altijd. Ja. Vooral zo'n 10 jaar geleden. Tot hij daar natuurlijk uiteraard overstap maakte naar Ferrari. Alleen, ja, wat Marco heeft gezegd is dat Vettel eigenlijk helemaal geen toekomst meer heeft bij Ferrari. Zo vertelde hij onder andere, ze zijn er niet in geslaagd om te winnen. Terwijl ze wel de snelste auto hadden dit weekend. Ze offerden Sebastian op, hoewel hij wel de snelste man was. Hij heeft geen toekomst meer bij Ferrari. Dat is zeker voor hem. Dus hij ziet eigenlijk wat de rest ook ziet. Leclerc die is toch, heeft dit jaar aardig aan de stoelpoten van Sebastian Vettel gezaagd. En ja, iedereen die trekt nu toch wel een beetje zijn status bij Ferrari. Tot vorig jaar, totdat Leclerc kwam, was hij natuurlijk echt de onbetwiste nummer 1. Ja, dat is alleen tot verleden tijd inmiddels. Ja, dat zie je nu duidelijk. Zeker nu er eigenlijk weer een teamorde komt in het nadeel van Vettel ook. Heeft Marco hier een puntje of is dit gewoon een beetje zout in de wonden strooien bij de concurrent? Ik denk niet zozeer zout in de wond strooien. Ik denk dat hij ook wel echt gewoon goed aan het kijken is naar zijn opties voor 2020 en 2021. Ja. Want tuurlijk, voor Red Bull, maar goed, daar gaan we ook zo uitgebreid over praten, was dit jaar natuurlijk eigenlijk een beetje een tussenjaar. Kijken hoe het gaat met de ontwikkeling van Honda. Maar afgelopen zomer zag het er best wel positief uit. En als we nu een paar races verder zijn, kunnen we concluderen dat we misschien allemaal iets te snel de flessen open hebben getrokken en feest hebben gevierd. En ik denk dat Marco met een dergelijke uitspraak eigenlijk aan het kijken is van wat als. Wie kan ik binnenhengelen? Nou ja. Wat als Verstappen vertrekt. Precies. De verloren zoon terughalen. Ja. We blijven even bij jou, Sebas, en bij Marco. Want er was een heuse stelling over Helmut Marco, begreep ik op de site. Ja, klopt. De redactie heeft zich gewaagd aan een aantal stellingen afgelopen weekend. En zo verscheen er zondagavond eigenlijk de volgende stelling. Red Bull's Helmut Marco staat bekend om zijn optimisme. Maar de Red Bull Racing adviseur heeft het lang niet altijd bij het rechte eind. Is het optimisme van Marco nog steeds gerechtvaardigd? Valt het te begrijpen dat de topman telkens iets te hoog in zijn verwachtingspatroon lijkt te zitten? Of is dat een onderdeel van zijn rol? De stelling op GP-blog luidde dan ook: Marco moet zijn optimisme temperen en een toontje lager zingen in het vervolg. En wat was de uitkomst van die stelling? Dat ga ik zo oplezen. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe jullie daar naar kijken. Denken jullie dat Marco zijn optimisme iets moet temperen? Of? Hij moet gewoon lekker zeggen wat hij wil en wat anderen daarvan vinden, jammer. Maar hij is uiteindelijk de man op die positie. En mensen willen toch antwoorden van hem. Het wordt hem gevraagd.
Dus ja, nee, hij moet lekker zijn eigen ding blijven doen. Maar ben ik... het is toch wel zo... Sjer, je bent het eens waar je zegt, toch? Ja, ja. Iets kritische kanttekening is toch dat hij niet... Hij heeft wel vaker dingen geroepen. Ik noem hem Pierre Gasly die bij het hele seizoen bij zijn team zou blijven, bijvoorbeeld. En Honda was volgens hem eigenlijk al kampioen voor het seizoen begon. Zo goed waren ze bezig. Daarmee tast hij toch zijn eigen vertrouwen aan, jongens. Daarmee ondermijnt hij toch de geloofwaardigheid. Ja, maar als hij gaat zeggen, ja, het ziet er nog niet goed uit voor Honda. Hij wil ook mensen motiveren. Gasly, dat hij mag blijven, joh. Gasly ook motiveren. Als hij gaat zeggen, nou, dit is Gasly's laatste race. Leg je nog meer druk op die jongen. Er zit toch iets tussenin, nog? Je kan toch ook gewoon realistisch zijn. Zeggen van, nou, het ziet er goed uit, maar we weten nog niet waar we staan. En met betrekking tot Gasly, van, hey, hij heeft volgens nog de voordeel van de twijfel. Je kan er toch een middenweg kiezen, of niet? Ik denk dat hij gewoon heel abrupt is met zijn beslissingen. Dat je denkt, oké, nu is genoeg. En hij hakt de knoop door en er is no way back. En iedereen heeft daar maar naar te luisteren. En dat is eigenlijk wat we ook zien. Dat zagen we ook met Kvyat. Die zou eerst ook een kans krijgen nog. Of die zou ook bij Langela nog niet vervangen worden. En de volgende race werd hij vervangen door Verstappen. Nou, Gasly hetzelfde. Moet hij daardoor een toontje lager zingen? Hij heeft de meeste info van iedereen. Dus hij kan wel praten over hetgeen waar wij alleen maar zeg maar over kunnen denken van zou dat mogelijk kunnen gebeuren? En hij kan er wel de beste beslissing over maken. Dus... Nee, ja, hij moet gewoon kunnen zeggen wat hij wil. En hij gebruikt daar de media goed voor. Nou, ik hoor mixed feelings ook al flink, dus. Ja, inderdaad. Dat was op de site. Mixed feelings. Ja. Dat was eigenlijk op de site exact hetzelfde. Zo stelde Mudlover, laat die man toch... Hoe heet die gast? Mudlover. Dus Mudlover. Hij houdt van de modder. Ja. Zit elke keer in de grindbouw dus met zijn wagen. Goed, ga verder. Laat die man toch. Iedereen kan het toch voor zichzelf beoordelen hoe het gaat of niet. Wat wij hier met z'n allen neerpennen, springen je ook vaak de tranen van in de ogen en de meest uiteenlopende meningen. Waarom mag Helmut dat dan niet doen? Nou, oké, okay, ja. Valt wat voor te zeggen. Ja. Vind ik. Nou ja, Adjo 83 stelt eigenlijk heel kort. Hoe heet die gozer? Adjo 83. Wat een... Hij moet realistischer worden. Ja. Nou ja, dat is misschien, nou ja, wat ik hier en daar af en toe ook wel een beetje hoor. Ja. En dan horen we super special. Wat zou jij doen met je 76 jaar? Je hoopt natuurlijk dat het wonderkind dat jij hebt ontdekt nog wereldkampioen gaat worden. Het is zijn team. Zijn optimisme heeft het team zo ver gebracht. Als privateer team doen ze het hard ontzettend goed tegenover het geweld van de twee fabrieksteams vooraan. Kijk maar naar het ozo grote Williams. Wees blij dat Red Bull daar niet zit. Helemaal mee eens. En dan hebben we tot slot Brada Harry. Godsamme zeg. Leuke naam. Die stelt... Marco moet zijn optimisme temperen en een toontje lager zingen in het vervolg. Ik ben het hier niet mee eens. Ik vind het wel vermakelijk dat hij soms zo optimistisch is. Ook al heeft hij het niet altijd bij het rechte eind. Daarnaast zijn er na hem interviews met Max Verstappen en Christian Horner... die dan weer zijn stellingen weer leggen... en het iets realistischer zijn met hun uitspraken. Het is aan de lezer zelf of je hem soms serieus moet nemen. Of juist niet. Oké. Zullen we het hier even bij laten, jongens? Was dat te veel Helmut Marko voor jou? Nou, ik geloof dat Mudlover en Gitbak Huppetubbetbadder eigenlijk wel één en dezelfde gozer zijn met vier verschillende accounts. Maar goed. Wou je nog iets aan toevoegen, Cher? Nee, ja, behalve dat ik wel erg vermaakt ben door alle verschillende namen van onze lieve. Ja, en ook de reacties. Het is altijd leuk om te lezen hoe iedereen erover denkt. Zeker. Dus zeker. Lieve luisteraars en lieve reaguurders. Veel dank. Wanneer komt de stelling weer online? Wanneer komen die stellingen? Tijdens de Grand Prix weekenden. Oké, kijk. Dus we kunnen uitkijken in het weekendje van Japan. De nieuwe allemaal reageren. Mudlover, Badr Hari, hou je wapens gereed. Ja, dan naar het waar we eigenlijk hiervoor zitten. Hoop ramtanden eromheen. De race zelf, de start. Er gebeurde het een en ander, Daaf. Ja, wat mij vooral opviel was Ricciardo. Daar kom ik zo op terug. Ik wilde even ook mijn focus hier op Max leggen. Om te kijken hoe start die Honda motor. Nou, dat ging oké. Hij verloor niet echt een plek. Ja, het was gemiddeld. Het was niet top. En dan Ricciardo, die was even lekker aan het kegelen. Die had er heel veel zin in. En die gaf te weinig ruimte. Waardoor ook indirect Grosjean natuurlijk lekker afging. En hij zelf een lekke band had. Waardoor het een hele andere race werd dan hij van tevoren had gehoopt. Ja, was gewoon een startincident. Dat was gewoon de drukte in die bocht. En je moet het proberen met name tijdens de start gewoon. Want dan kan je de meeste plekken winnen. Dus ja, nee, ja. Fout, maar... Oké, het was wel een startincident. Laten we daar wel... Ik zie het absoluut niet als een fout van Ricciardo. En ik vind niet dat daar een straf voor moet komen. Ik vind het alleen maar vermakelijk voor ons. Alleen als je wil toch wel... Je wil die race volmaken. Je wil gewoon de rondes rijden. Geen schade op... niet tegen schade aanrijden. En hij neemt te veel risico. En het is voor ons hartstikke vermakelijk. Hè? Want ik vind het super om te zien. Alleen voor zichzelf is het niet ideaal, nee.
Het is niet slim. Nee, hij decimeert zijn eigen race, zeg jij, Daaf. Maar Grosjean, hij weet dat de Haas heeft geen top race pace. Hij had hem ook later in de race kunnen pakken. Ja, ja. En wat zeg je dan van Thierry? Die zegt van ja, bij de race kun je de meeste plekken winnen. Dus dan moet je natuurlijk gaan. Ja, maar je kan ook de meeste verliezen, want dat hebben we wel gezien. Ja, maar je zag ook hoe hard die Ferrari motor liep op het rechte stuk. Dus daar valt ook alweer wat voor te zeggen. Ja, maar Haas met race pace is toch wel een heel ander verhaler. Leuke discussie is hier gaande. Ja, 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 ja. De mannen zijn niet meteen eens. Ja, maar die Renault is niet goed genoeg om het, zoals Red Bull, in de bochten goed te maken. Om daarin al acties te praten. Die moeten op het rechte stukken doen. En dan vecht je tegen dat kanon van Ferrari. 100% dat het gewoon zou lukken. Oké, als jullie allebei even een kopje champagne weddenschapje willen. Het is een ander opmerkelijk moment. Of opmerkelijk. Een ander wat vooral in het oog sprong, denk ik, bij Jan en Alleman. Was natuurlijk de superstart van Vettel. Met dank aan zijn teamgenoot. David, was dat eigenlijk logisch? Want dan krijg je het sleep van Leclerc. Of was Vettel ook gewoon sowieso heel goed uit de startblokken vertrokken? Nee, ik vond dat Vettel een superstart had. Ja. Natuurlijk, hij pakt de slipstream. Maar wat is daar mis mee? Mm-hmm. Ik bedoel, Leclerc zet hem op pole neer. Die zet hem op P1. Ja, en sometimes you win, sometimes you lose. Ja. Je weet dat je dan een slipstream hebt. En op Mexico is het rechte stuk ook heel erg lang. En ja, Vettel ging er langs, maar reed daarna ook gewoon serieus weg. Ja, heeft hij dan wat jou betreft, David, een punt als hij zegt van ja, ik wil Leclerc er wel langs laten, maar hij zit nu ruim 1,5 seconde achter me. Na, 10 rondjes, 2 seconden. Na 14 rondjes, 3,5. Na 17, 4 seconden. Heeft Vettel daar een punt? Je kan niet vol van je gas af belangrijk stuk om Leclerc er langs te laten. Ik vond dat Vettel zeker een punt had, maar we weten ook niet precies wat er afgesproken is. Zo sta ik er dan wel weer in. Mm-hmm. Alleen, ik vond het heel goed dat Vettel lekker wegreed. Oké, maar zeg jij dan, het is goed dat Vettel wegrijdt, maar afspraak is wel afspraak. Als ik weet niet wat er afgesproken is. Maar stel dat de afspraak is zoals Leclerc zegt, je moet hem langs laten. Ik zou geen afspraak maken als ik weet dat mijn teamgenoot op P1 staat en ik hem lekker kan slipstreamen op het rechte stuk. Waarom zou je dan een afspraak maken? Het is sowieso toch inderdaad echt een idiote afspraak dat Leclerc dan eigenlijk zegt, ja, maar ik word nu benadeeld omdat ik de snelste man ben. Dus ik, als ik word ingehaald door iemand van mijn eigen team, dan moet ik hem er maar voor laten of moet hij hem maar voor laten? Dat slaat toch eigenlijk helemaal nergens op. Ik heb dat bij Mercedes dan nog nooit zien gebeuren, hoor. Nee, maar bij Mercedes mochten ze racen. Ja, dan gingen ze ook voortdurend eraf. Nee, Rosberg en Hamilton. Kan niet volgen. Tuurlijk, nee, maar als je nu kijkt naar de huidige situatie, is het ook wel eens een keer dat Bottas gewoon Hamilton pakt bij de start. En dan hoor je Hamilton ook niet over de boordradio. Nou ja, vorig jaar Rusland was ook wel een redelijke teamorder. Nee, maar dan gebeurt dat later in de race. Maar dat ga je niet bij de start van het race. Als je gewoon weg kan rijden, ga je daar niet lopen miepen over dat je daar langs wil. Ik bedoel, kijk dan in eerste instantie even naar teambelang. En als er bepaalde rust is ontstaan in de race, dan kun je inderdaad, dus zoals wat er nu gebeurde, door middel van een pitstop kun je iemand er langs. Maar om als coureur zijnde daar zo gefocust op te zijn bij de start, dat vind ik eigenlijk best wel een ongezonde situatie. Ja, het is logisch dat Ferrari zo. Heeft ze moeten samen door de eerste bocht heen komen, dat ze niet elkaar eraf kregelen. Maar ja, kom op, dit is niet wat je wil zien. Je wil ze eigenlijk het gewoon tegen elkaar zien knokken om te kijken wie nou echt de eerste rijder is. Dus haalt de race eruit. Ja, ik vind het echt, ik ben het helemaal met Thierry eens, maar ik vind het gewoon onzin wat ze bij Ferrari dan doen. Want ik bedoel, kijk, ze hadden geen afspraak hoeven maken. Ja, tuurlijk, je kan slipstreamen bij elkaar, maar Leclerc had ook gewoon naar rechts kunnen gaan op het rechte stuk. Dan had hij de binnenkant gehad. Dan was Vettel nooit langsgekomen. Hadden ze alsnog Mercedes afgeblokt. Dus ik vind deze afspraak werkelijk helemaal nergens op slaan. Als Leclerc echt gewoon snel genoeg was, had hij hem net weer hem ingehaald zoals hij het ook deed bij Bahrein. Helder, helder. Jullie zijn hier vrij eensgezind. Laten we eens even luisteren wat Michel Blekemolen ervan vond. Michel Blekemolen. Nee, je afspraak begrijp ik niet. Ik vind altijd dat iedereen moet rijden voor wat het waard is. En ik vind het altijd verschrikkelijk als dat gebeurt. En in de tijd gezien dat Barrichello van het gas ging om Schumacher te laten winnen. Ik vind dat niet passen bij de sport. Maar goed, ja, het zijn allemaal zulke grote financiële belangen. Ik begrijp wel waarom het ontstaat. Uiteindelijk zijn ze allemaal voor hunzelf bezig. En we hebben eigenlijk geen tien belangen. Hij riep dat natuurlijk wel weer op het podium. Van ja, jammer dat we niet met twee Ferrari's staan. Maar als je diep in zijn hart kijkt, dan denk ik dat hij denkt zo. Dit is maar goed ook, had je me maar voor moeten laten. In hun hart hebben ze natuurlijk een ander idee er allemaal over. En denken ze anders. Maar dan dat ze naar buiten brengen natuurlijk. Ja, jongens, Michel Blekemolen, ook hij met jullie op om in starttermen te spreken op één lijn eigenlijk. Hè? Geen afspraken maken en god, ja, dan als iemand gewoon heel veel sneller is, dan zijn we daar helder over. Het volgende moment in de race is eigenlijk als Vettel ongeveer, geloof ik, 6 seconden los is. En dan een pitstop eigenlijk zou moeten maken, dan geven ze die aan Leclerc.
Op dat moment zakken de tijden van Vettel in en Leclerc wordt steeds sneller. Weet je dus, Vettel gaat achter Leclerc eindigen. Is dat dan slim, Ferrari zijn? Om je man bewust, je snelste man te baan, ligt één, leidt de wedstrijd, om die dan bewust te laten rijden en dan achter Leclerc uit te laten komen? Nou ja, niet op zo'n manier. Kijk, aan de ene kant wel, want hiermee maak je een hele clean pitstop en heb je geen gezeur en gemodder op de baan. Mm-hmm. Wat alleen maar meer tijd kost, zodat ze elkaar moeten inhalen omdat er eentje voor moet. Ja. Maar ja, het is natuurlijk wel vreemd, maar goed, dat heb ik net al gezegd, dat je inderdaad de snellere coureur gewoon naar binnen haalt, of ja. Niet naar binnen haalt. En die andere... Leclerc dus, ja, bedoel je. Ja. Dus Vettel benadeeld hierin. Ja. Ik vind denk eerder dat Leclerc zijn babysitter ziek was dit weekend. Want die had een zware tijd na de Grand Prix van Singapore. De babysitter van Leclerc. Nee, ik had hem niet zien nakomen. Ja, je zorgt hiervoor alleen maar voor meer onzin in je team. Ja. En dan even serieus gezien, haal ze dan een ronde na elkaar naar binnen. Want je weet toch wel dat je voor Mercedes zou blijven op dat moment. Want je ziet die virtual safety car. Om even wat verder te kijken, zie je toch niet aankomen. Nee, dat klopt. Maar ik wil echt wel even één ding aanhaken. Is de taart lekker, ja. Was? Ja, taart is heel lekker. Nou ja, wat ik wel opvallend vind, is wat je nu ziet aan Leclerc. En dat zag je in Singapore, maar dat zag je eigenlijk ook in de vorige race ook. Is dat hij wel constant over de boordradio eigenlijk een beetje begint te zaniken. Het is nu heel stil. Ja, ik had verwacht. Je gaat door. Maar ik bedoel, je rijdt in de Koningsklasse. Dan ga je toch niet lopen miepen over de boordradio. Ja. Doet hij iedere keer. En hij gaat er ook op door. En dan denk ik, zo ben je irritant mannetje gewoon. Nee, maar daarop inhakend. Wat ik heel irritant vond aan de vorige race is dat hij zeg maar zelf tijdens de kwalificatie in Monza ook gewoon alle teamafspraken aan zijn laars lapte en er nu zo op gaat lopen hameren. Ja. Nou ja, ik kan me nog herinneren dat er tijdens de Grand Prix van Amerika bij Grosjean, ik weet niet of het zijn engineer was of Gunther Steiner, maar die had hem een goed lesje geleerd. Ik denk dat Leclerc dat ook wel een keertje nodig heeft. Wat was het ook alweer ongeveer, Dave? Ja, dat hij moest ophouden met zeuren. Gewoon letterlijk oh, ja. Dat. Oh ja, was bij Magnussen was race, dat, toch? Bij Magnussen was dat. Oh, bij Magnussen was dat, ja. Ja, de Gunther Steiner riep hem iets van keep your head down and we'll talk after the race. Zoiets, toch? Ja, ja, gewoon, dat was nu, wel iets duidelijker. Gewoon nu even mond dicht. Iedereen heeft zijn best gedaan en gassen. Oh ja, precies. Dat was gassen met het volk. Maar ja, helder. En ook wel te begrijpen, toch, denk ik. Maar dat heeft Leclerc ook een beetje nodig. Ja, af en toe. Is dan voor de rest ongelooflijk getalenteerd wel. Maar hij heeft wel... Dat sowieso. Maar een beetje rechtwijzend vingertje nodig. Irritant mannetje, toch wel. Dat heb jij vorige week duidelijk aangegeven, volgens mij. Oké, goed. Vettel valt stil. En daarmee gaat Mercedes dubbele pitstop maken. Bottas, of eerst Hamilton, dan Bottas. En Thierry, jij zit te juichen. Letterlijk in je stoel. Ja. Omdat ik toch wel heel even wil teruggrijpen naar vorige podcast. Dat iedereen er heilig van overtuigd was dat Ferrari een 1-2 zou binnenslepen. En dat ik zei, nee, Mercedes gaat dat worden. Want Ferrari gaat er sowieso weer een strategische blunder maken als ze niet de snelste zijn. Ja, dat is profetische woorden zijn dat geweest. Nou, daarom kunnen we concluderen dat Thierry goed voorspellend vermogen heeft. Wat was het volgende onderwerp? Nou, dan gaan we gelijk door. Naar Mercedes lag een... Oh nee, hebben we net gezegd. Max heeft een vrij eenzame race gereden. Heeft hij het maximale, zoals het dan vaak heet, eruit gehaald wel? Of had er... Ja. Nou ja, wat je was er iets opmerkers aan die hele race? Sure. Nee, ja, ik denk dat hij heeft sowieso wel het maximale eruit gehaald. Maar die Red Bull had gewoon wederom weer niet de pace. En wat je ook ziet is dat het middenveld gewoon een stuk dichter bij elkaar zit dan ten opzichte van vorig jaar. Want vorig jaar reed hij hier echt een fantastische inhaalrace. Dat hij geloof ik binnen 5 ronden alweer 10e lag vanaf achteraan de grid. En je zag nu gewoon echt duidelijk. Eén, dat Renault stappen heeft gemaakt. Maar ook McLaren en de andere teams. Dat gewoon een stuk lastiger is om daar nu voorbij te komen. En met name op het rechte stuk zie je gewoon dat die Red Bull gewoon nog wel wat power tekort heeft. Waardoor, nou, zoals je eigenlijk al zag in de race, dat Verstappen inhaalacties moest plaatsen op plekken waar het eigenlijk redelijk ongewoon was. Ja. Idem voor Albon trouwens, want die zag je op exact dezelfde plekken die inhaalacties doen. Het ging nu wel iets makkelijker dan in de voorgaande races, want ik moet zeggen, ik vond de Grand Prix van Italië, wat natuurlijk ook wel echt een power circuit, vond ik het wel echt dramatisch om te zien hoe lang Verstappen achter Perez of achter Norris bleef hangen. Ja, maar ten opzichte van vorig jaar is het verschil wel groot. Ja. Is het middenveld gewoon veel competitiever. Dus ja, daardoor verloor hij eigenlijk redelijk snel al veel tijd. Op het moment dat hij, geloof ik, laatste was, dan dacht ik Sainz die voorbij moest. Toen lag je alweer 20 seconden achter op Bottas. Ja, dan zit je al in niemands land, weet je. Ja. En dan heb je nog 30 rondes te gaan om het goed te maken. Nou, we zagen dat die Red Bull niet de overpace had, zeg maar, ten opzichte van die teams daarvoor. Hij kon niet gewoon een seconde per ronde goed maken, zoals Hamilton dat bijvoorbeeld wel kon in Oostenrijk. Of niet in Oostenrijk, in Hongarije. Kwam ook door de banden, hè? Verstappen stond als enige toen in de top 5.
stond hij op de gele banden en de rest stond op rood. Mm-hmm. En wat, ja, ik ben eigenlijk benieuwd van David. Wat vond jij eigenlijk van die keuze? Want op een gegeven moment hebben we een aantal safety cars, of tenminste safety carden gehad. Ferrari en Mercedes wisselden naar de zachte band. Ja, rood. En Red Bull bleef buiten, ja, eigenlijk. Ja. Had hij niet moeten wisselen? Ik denk eerder dat Red Bull het verwacht dat er op het einde van de race nog een safety car kwam en met verse banden nog echt wat had kunnen doen. Nou, dat gebeurde helaas niet. Dus ja, de gele band was een goede band om op te starten. Omdat je weet, ja, je moet het gevecht aan met het middenveld. En met die gele band zijn ze alsnog sneller als een McLaren op de rode. Ja, en ze moesten aan het bandenreglement voldoen. Ja, ja, precies. Dus, dat was de reden, want ze stopten geloof ik tijdens die virtual safety car. Die toen nog net voorbij ging op het moment dat hij in de pits was. Waardoor hij moest wisselen naar de safety car. Of waardoor hij moest richting naar, ja. Nee, naar de softs bedoel ik. Helemaal nee, mocht door champagne anders, zet je. Ja, sure. Goedemorgen. Maar nee, je zag daarna op het moment dat hij de pits uitreed, knalde gelijk Russell in de muur, waardoor er weer een safety kwam. Hij, ja. Ja, hij had, ik weet niet of hij op dat moment de ruimte had om een gratis pitstop nog te maken, of dat hij dan weer achter de McLaren's terecht kwam. Maar als dat wel het geval was, kan ik me niet voorstellen dat ze die gratis pitstop hebben laten gaan. Zeker aangezien ze zagen dat Red Bull of dat Mercedes en Ferrari juist wel wisselden naar de zachtere band. Klein beetje aandakje. Dus laten we even luisteren naar Michel Blekemolen over Red Bull inderdaad al dan niet aansluiten bij Ferrari en Mercedes. Nou ja, het blijft altijd, hè, wat we natuurlijk allemaal in alle media lezen, het blijft altijd net weer het net niet. Het gekke is, door Max zijn capaciteiten kan hij natuurlijk af en toe schitteren. Maar ja, ja, het blijft hetzelfde. We weten hoe het verdeeld is. Het is heel moeilijk omdat gedurende zo'n seizoen, om dat allemaal maar even goed te maken, die halve seconde of wat hij dan ook tekort komt, dat valt allemaal niet zo mee. En ja, ze kunnen ook niet onbeperkt motoren wisselen. Dat telt natuurlijk ook allemaal. Dus ja, moeizame dingen. Ik denk dat toch nog wel eventjes gaat duren voordat ze daar een beetje op gelijkwaardig niveau zijn. Ja, het is eigenlijk een beetje het team van het net niet aan het worden. Michel Blekemolen, Dixit, over Red Bull Racing. Ja, ja, is wat je nu ziet, altijd Red Bull die is altijd supergoed in de tweede helft van het seizoen. En dat is normaal gesproken echt een beetje de fase waarin ze de ontwikkelingsslag maken, dat ze ineens de aansluiting echt vinden bij de top. En wat je nu ziet dit seizoen is dat Ferrari juist die stap heel erg heeft gemaakt. Ik weet niet, nou, David zei het de vorige keer al, wat ze tijdens de zomerstop hebben gedaan, of dat die fabriek gewoon heeft doorgedraaid. Maar die hebben echt een upgrade meegenomen die ineens het volledige potentie van die auto heeft unlocked, zeg daar maar. Worden wel vraagtekens bij gezet, hè? In de racewereld. Uiteraard, maar dat hoort er ook bij. Ik bedoel, als één team ineens heel goed is, dan gaat iedereen een beetje prikken en zagen om te kijken of er wat uit te halen valt. Maar zit er iets in? Hebben ze een punt? Nou ja, het gerucht gaat dat Ferrari iets illegaals heeft in de motor. Hetzelfde waar eigenlijk waar Renault vorige keer op de films werd getikt. En ze blijven natuurlijk gewoon constant prikken om daar door te gaan. En ook de brandstof schijnt echt iets specifieks mee aan te doen. Ze noemen hem modus, want Mercedes heeft de party mode. Ja. Maar Ferrari noemen ze nu de jet mode. De jet mode, oké. Dat klinkt nog imponerender. Exact. Ja, ik zie Dave een beetje besmuikt lachen. Weet jij meer dan wij? Nee, maar ja, het is natuurlijk apart als je op een circuit als Singapore ineens heel goed presteert. Want het was niet hun circuit, zeg maar, normaal gesproken dit seizoen, hoe ik het zag. Mm-hmm. Bahrein daarentegen, ja, dat was al motorvermogen, gingen ze bijvoorbeeld wel prima. Maar ik denk eerlijk gezegd, ik vraag me heel erg af hoe zij dat hele pakket zo hebben weten te verbeteren. Om in één keer zo snel te zijn. Tuurlijk als het alleen de motor is, maar het is het hele pakket dat verbeterd is. Ja, die gasten hebben de winterstop gewoon of in de zomerstop lekker door zitten stomen daar op de fabriek, hoor. Toch die babysitter van Leclerc. Ja, absoluut. Zou het ook niet een stukje focus kunnen zijn? Ik bedoel, kijk naar het voorgaande jaar. Toen ging Ferrari eigenlijk in mijn optiek wel wat minder goed. En halverwege het jaar, drie kwart jaar als het is afgelopen, dan gaan de meeste teams toch wel wat meer de focus leggen op de auto van het volgende seizoen. Ja. Zou het niet kunnen door de pure performance van die motor van Ferrari, dat ze toch hebben gedacht van, weet je wat, we gaan wat meer focus leggen op de ontwikkeling van de auto. Mm-hmm. In plaats van dat we die eigenlijk al meer verschuiven naar 2020. En dat toch de vruchten begint af te werpen. Ik denk ook dat Mattia Binotto daar wel een belangrijke sleutelrol in heeft. Want hij is nu natuurlijk de teamleider. Hij was voorheen altijd echt technische directeur. Dus echt de man die over de ontwikkeling van de auto gaat. En ik denk dat die combinatie, dat hij daar nu ook de juiste, laat ik zeggen, koers in vaart. Door inderdaad op specifieke punten, zwakke punten wellicht van de auto, de nadruk te leggen. Terwijl je daarvoor natuurlijk Arriva Bene had, waar Binotto naar moest luisteren. En nu kan hij alles zelf bepalen. Dus wellicht dat inderdaad ook van invloed is dat Ferrari nu ineens zo sterk uit die winterstop komt. Want
laten we wel eerlijk zijn. Als Vettel niet was uitgevallen met die motor die afsloeg, dan had Ferrari gewoon een 1-2 binnen gesleept. Ja, ja, althans als Leclerc en Vettel elkaar heel hadden gehouden. Ja, nou goed, dat was een ander punt geweest. Maar dat was wel weer had niet voor vermaak kunnen opleveren. Hadden we helemaal een mooie podcast gehad. Ja. Oké, jongens. Dat is eigenlijk eerst werk aan de winkel voor Mercedes en voor Red Bull. Dat is eigenlijk misschien wel de conclusie, hè? Om bij te blijven. Zeker. Ja, wou je nog iets toevoegen, Sebas? Nou, ik wilde eigenlijk nog even kort iets uitlichten. Er is de afgelopen periode is natuurlijk veel ook over Albon gezegd. Zeker na Singapore. Mm-hmm. Maar ik moet zeggen dat Albon eigenlijk wel gewoon een hele goede race heeft gereden in afgelopen weekend in Rusland. Want ja, hij heeft het gewoon het maximale uit die auto gehaald. Hij begon vrijwel achteraan op de grid en reed hem gewoon naar de zesde plek. Vijfde, dan kan je nagaan. Vijfde is wel geholpen door de safety car ook wel. Ja, tuurlijk, maar hij doet wel wat hij moet doen. Ja. Ik bedoel, dat is wat hij moet. Gasly deed het niet en hij doet het wel. En dat is voor bijvoorbeeld Helmut Marko weer een puntje waardoor hij kan denken van... Hey, die jongen die mag toch wel blijven zitten volgend jaar. Ja, die inhaalactie ook op Sainz was dat geloof ik. Op dezelfde manier zoals Verstappen dat deed. Ja, hij kon van ver komen, ja. Hij liet wel weer wederom mooie dingen zien. Eerst in Italië, in Singapore ook en nu ook weer. Is dan nog een puntje voor evaluatie dat hij ongeveer een rondje of... 8 of 10 achter Gasly in Toro Rosso vastzit of niet? Hè? Uiteindelijk komt hij op de plek waar hij hoort te komen. Mm-hmm. En dat is alleen maar ervaring opdoen voor hem in deze auto. Vergeet niet dat het zijn allereerste seizoen is in de Formule 1. Ja. Dus ja, nou, dat liever niet hè, dat hij erachter blijft hangen. Maar uiteindelijk, hij doet wat hij moet doen. Dus het verrassende is dat hij nu al eigenlijk beter presteert... Dan Pierre Gasly, die inderdaad dan een seizoen erop had zitten. En dan kan je het niet kwalijk nemen dat hij op het rechte stuk er niet helemaal voorbij komt met exact dezelfde motor, denk ik. Nou ja, een kleine kanttekening daar dan nog bij. Ze rijden natuurlijk wel allemaal met dezelfde krachtbron. Ja, dus precies. De manier hoe het vermogen wordt afgeleverd is ook vrijwel identiek. Ja. Dus het is niet dat je race tegen een andere krachtbron, waardoor je hier en daar nog wat tactische elementen kan toevoegen om hem er toch nog langs te halen. Maar de vermogensopbouw, hoe hij dat afgeeft, is direct. Is eigenlijk gewoon gelijk. Ja, vrijwel gelijk. Ja. Dus, alleen de carrosserie is anders. Ja, maar ook die lijkt dit jaar best wel veel meer op de RB, of tenminste op de RB15 van Red Bull, zeker ten opzichte van vorig jaar. Dus dat vind ik allemaal nog niet zo... Nee, dat vind ik niet echt schokkend. Met andere woorden, we zijn best behoorlijk positief over Albon. Ja. Oké. Opstekertje voor Albon, als hij luistert. Laten we nog eens toevoegen. Ik kijk hier een man met een mond vol taart. Nou, ik zit er verheugd, want volgens mij krijgen we nu een historische les. Ja, dat klopt. We gaan zo meteen natuurlijk vooruit blikken op Japan, de thuisrace in Honda. Maar voordat we dus de toekomst ingaan, gaan we het verleden in met de historische les. Heb je sushi bij Maurits? Nee, nog steeds niet. Weet je nog wat de aanleiding was? Die running gag ontstond een jaar geleden. Weet je nog wat de aanleiding daarvoor was, of niet? Ik ben mezelf namelijk kwijt. Maar het was gewoon een belofte. We hadden nog de rubriek De Vliegende Ronde. Volgens mij had jij die verloren. Is dat zo? Ik geloof het wel. Nou, anders moeten we het allemaal even terugluisteren. Luister vooral allemaal de undercut aflevering van vorig jaar terug. Van vorig jaar. Misschien dat er nog een bekend element in voorkomt dan. Goed. Historisch les dan van Japan. We gaan naar 1989, toen de race werd gewonnen door een legende, Ayrton Senna. En over Senna hebben we het vandaag, over zijn wereldtitels en over verloren wereldtitels, verloren titels op Suzuka. Want de race in Suzuka stond jarenlang op de kalender als laatste race van het seizoen. En daarmee bracht het meer dan eens de beslissing voor wereldkampioenschappen. Zo ook dus in 1989. In dat jaar waren Ayrton Senna en Alain Prost als teamgenoten met elkaar in gevecht om het wereldkampioenschap. Suzuka was toen de voorlaatste race van het seizoen en Senna moest winnen om in de titelstrijd te blijven. Prost haalde een truc uit. Hij verwijderde een achterklep. Er was toen nog geen DRS uiteraard, 1989. Hij verwijderde een achterklep, had daardoor een betere aerodynamica en was sneller op de rechte stukken. Senna wist natuurlijk nergens van. We gaan naar ronde 46 in de wedstrijd. Dan haakt Senna eindelijk aan bij Prost, zet zijn auto aan de binnenkant bij de laatste chicane, maar... Prost stuurt naar rechts en snijdt Senna daarmee te pas af. Gevolg een dubbele crash. Beide McLarens staan naast de weg. Prost stapt uit, maar Senna vraagt stewards om zijn auto te duwen en hij herstart. Senna haalt daarmee de pitstraat. Het team komt erbij, er zijn een hoop herstelwerkzaamheden en dan weer de baan op. Senna wint de race nog ook, maar wie het laatst lacht het best. Want een half uur... Na de finishvlag wordt Senna alsnog gedisqualificeerd. Gevolg 0 punten voor Senna en Alain Prost is daarmee wereldkampioen. Toch besluit Prost na dat jaar McLaren, het team dus, te verlaten. Hij stapt over naar de grote rivaal Ferrari. En het verhaal houdt hier nog
niet op. Een jaar later, 1990. Senna en Prost strijden opnieuw om de titel, nu als rivalen dus. En ook nu rammen ze elkaar op Suzuka van de baan. De gevolgen zijn dit keer omgekeerd. Beiden zijn opnieuw gecrashed, maar dit keer is Senna wereldkampioen. Senna verklaarde later dat, wat er ook gebeurde, hij de eerste bocht, hoe dan ook, nooit zou vergeven aan Alain Prost. Senna zou zijn ideale racelijn, koste wat kost, aanhouden, ook als dat tot een ongeluk zou leiden. En Prost bekritiseerde Senna's acties later en hij zei serieus te hebben overwogen om met pensioen te gaan na dat incident. Het is goed dat Prost dat niet gedaan heeft, want in 1993, in zijn laatste jaar in de koningsklasse, de Formule 1, wordt hij voor de vierde keer wereldkampioen. Bovendien, de vijandschap bleef niet altijd tussen Prost en Senna. Uitgerekend op zondagochtend 1 mei 1994 overleggen Prost, dan gestopt, en Senna als voormalig teamgenoten over de veiligheid in de Formule 1. Hun plan, een coureursbond oprichten om de veiligheid van de Formule 1 te verbeteren. Een paar uur later knalt Senna met 270 km per uur de muur in. Voor hem kwam het gesprek met Prost te laat. Senna vond die dag zijn dood op San Marino, maar de Japanse oorlog met Prost was ver voor die tijd bijgelegd. Dat is een historische les, jongens. Nou, wat wel leuk is hierbij, om te zeggen, eigenlijk wat Maurits net verteld heeft, is eigenlijk ook verfilmd. En die kun je zien in een fantastische docufilm op Netflix, die documentaire van Senna. Ik weet niet, hebben jullie hem gezien? Ja, hoop van wel. Nog niet, hij staat nog steeds in mijn to-play. Ja, dat moet je zo snel mogelijk gaan doen. Documentaire maken van Amy Winehouse ook. En van Diego Maradona, nu. Ja, maar ik ben toch meer een Senna-fan. Sorry. Nou, Amy Winehouse, niks mis mee. Maurits. Amy Winehouse, niks mis mee. Dat verhaal gaat natuurlijk over Senna zijn leven. Hè? Over hoe hij bij de sport komt en hoe hij dan sterft. En niet zozeer klopt. Over zijn veten. Nou ja, met, wat je nu net hebt verteld, komt er echt heel mooi in voor. Ik moest er eigenlijk ook meteen aan denken. Oké. Okay, maar over twee weken heb ik hem bekeken. Ik zal je dan een review geven. Top. Okay. Sebastien, ik zie je nog met allerlei lijstjes in de weer. Moet je nog iets... Nou, ik was eigenlijk weer voorbereid. Want meestal bij de historische les dan... lees je eerst ongeveer kleine 2-3 minuten iets op. Ja. En dan ga je ons over horen. Ja. Ja, dus ik was eigenlijk voorbereid met een aantal feitjes. Nou, vertel. Gooi ze erin. 1979? Ging ik meer naar de Japanse Grand Prix. Over 2 weken staat dus de 35ste Japanse Grand Prix op de kalender. Wisten jullie dat de Japanse Grand Prix... dan 30 keer, op dat moment dan 31 keer is gereden op Suzuka. En 4 keer op Fuji. Nou, kijk eens aan. Alsjeblieft. Hey Maurits, wil jij aanspraak maken op Sebastien titel? Hey, wat was de eerste keer Fuji? Was dat 1970 geloof ik, toch? Zo erg in die jaren, 1971? 1962? Ja, ik zeg 62? Maar nee, het was 76. En dat jaar daarop was het weer Fuji. Vervolgens verdween de Japanse Grand Prix 10 jaar van de kalender... om in 87 terug te keren op Suzuka. En in die tussentijd zijn ze 2 keer nog een keer uitgeweken naar Fuji in 2007 en 2008. En later is het dus toch weer teruggekeerd naar Suzuka met de befaamde 130R-bocht. Vervolgens, even kijken, een andere overhoring. Wie is de meest succesvolle moderne Formule 1-coureur op Suzuka? Dus die dit moment nog raced. Lewis Hamilton. Sebastian volgens mij. Vettel. Ik denk ook Vettel. Maurits heeft het weer goed. Ha. 5 keer. Nou, je bent gewoon een Lewis Hamilton fan, jij. Nou, dat ook. 1 keer met McLaren Mercedes in 2007. En daarna eigenlijk sinds 2014. Ik ga helemaal verkeerd. Jongens, jullie hebben met lijstjes, het man. Wel, het dit is wel Hamilton. Niet, Hamilton 5 keer. Schandaal. Heb je het Vettel 4 gedaan? Keer. Maar vervolgens gaan we naar Mercedes. Want die zijn van eigenlijk alle teams in de moderne Formule 1 tijd het meest succesvolle. Mm-hmm. Die hebben namelijk sinds 2014 alle races gewonnen. Zo. Oké. Okay. Meestal in Rusland dus. Ja. Ja. En dan nog een klein feitje. Volgens mij hebben we hem al een keer behandeld. Maar de ontwerper van... Herman Tielke. Nee. De ontwerper van Suzuka heeft ook een aantal andere circuits ontworpen. Nou, kijk ik Thierry aan en die gaat natuurlijk gelijk 1 circuit noemen. Assen. Nee, niet Assen. Lekker bezig, Thierry. Wat dan? Ik denk het circuit Maleisië. Nee. Hanoi. Nee, dat is Herman Tielke. Als ik de naam Hugenholt zeg. Ja, Zandvoort. Maar daarnaast heeft hij ook Zoller, Hockenheim en het circuit van Jaram ontworpen. Jaram? Waar ligt dat? Jaram. Geen idee, maar het heet... Okay. En dan tot slot nog een laatste feitje over Suzuka. Ja? Oorspronkelijk is het gebruikt als een testcircuit voor Honda.
Vandaar ook de thuisrace van Honda. Precies. Exact. Ja. Dus laat dat nou maar mooie voorboden zijn voor een spectaculaire en misschien wel succesvolle race voor Verstappen en Honda. Powered by Honda. Aan de geschiedenis zal die liggen in elk geval. Nee, ja. Laten we gaan naar vooruit. Precies, wat zijn de kansen op voor Honda? En ik vond het eigenlijk wel een kleine leuke bijdrage van Sebas, die ik er wel in wil houden. Zeker. De lijstjesman. De lijstjesman. Nou ja, dan kunnen we nog even doorgaan. Want we gaan inderdaad vooruitblikken op de Grand Prix van Japan, die over twee weken op de kalender staat. Ik ben natuurlijk ook weer even gaan kijken naar vorig jaar, 2018. Kwalificatie, Lewis Hamilton 1, Valtteri Bottas 2, Max Verstappen 3. En toen hadden we een hele spannende raceuitslag, want dat was ook 1 Hamilton, 2 Bottas en 3 Verstappen. Oh shit, dat bloot weinig goed. Of juist niet. Nee, dat zijn jouw woorden. Nou ja, als Verstappen pole heeft, gaat hij hem winnen. Kunnen we op... Daar gaan juichen. Komen we toch terug op die vraag. Verwachten we dat Verstappen... Ik zie Daaf niet heel hoopvol in zijn stoel. Nee, kijk, Mercedes met een lange wielbasis. Voor hun is dit natuurlijk een perfect circuit. Ik denk dit seizoen hebben ze het pakket daarvoor helemaal gewoon goed voor elkaar. En ja, wat Honda gaat brengen... ze krijgen een brandstofupdate volgens mij voor de aankomende Grand Prix. Ze hebben de spec 4.5.1. Het is echt alleen een brandstofupdate voor zover ik... Nee, maar in Rusland kreeg ze een spec 4.1 of 4.2. Ik weet niet hoe ze dat noemen. Maar. Nou, ik denk dat... Ik hoop dat Max voor een tweede of derde plek kan strijden. Maar ik schat Mercedes eigenlijk zoals jij vorige week deed. Schat ik Mercedes wel heel hoog in. Nou, Sebastian heeft mij net natuurlijk hartstikke bang lopen maken. Dus, Oké, Daaf, dan blijf ik even bij jou. 1, 2, 3. Wat zou je voorspellen? Lewis 1. Bottas 2 en Max gaat dan voor de derde plek. Precies hetzelfde als vorig jaar. Dus 1 Hamilton, 2 Bottas. Weer een 1-2 voor Mercedes ook. Chair. Nee, ik ga echt compleet de andere kant op. Grosjean op 1? Ja, exact. En Giovinazzi 2? Vertel. Kubica 3? Dat zou heel interessant zijn. Maar dat wordt een gekke race. Nee, ik denk Leclerc 1. Omdat Ferrari... ik ben toch wel een beetje overtuigd door wat David vorige week zei. Ferrari is wel echt het te kloppen team. In ieder geval nu op 4 van de circuits na de zomerstop. Mm-hmm. Dus ja, Leclerc 1. Het irritante vindje, ja? Ja, die jouw woorden. Goed, op 2. Waar was ik? 2, Verstappen, denk ik wel. Dat hij gewoon voor Honda wel iets moois uit de hoge hoed gaat trekken. En... Nog een irritant vindje? Nee, geintje. Hey, oppassen jij, hè? En 3? Zo niet populair bij de luisteraars. Nee, we kunnen nu stoppen met de podcast. Ja, ik moet van de Mud Lovers en de Superpowers moet ik niet hebben, geloof ik, op de site. Maar goed. Hey, Maurits, dank je wel voor dat leuke jaar. Ja. Nee, en 3, Vettel. 3, Vettel. Verstappen gaat Ferrari splitten. Een Duitser en 2 irritante ventjes. Goed, Sebas. Ik vermoed dat Honda en met name Red Bull, dat ze nog wel echt wel een flinke update gaan meenemen. Hier willen ze gewoon echt punten gaan scoren. Desalniettemin verwacht ik Vettel op 1 en Leclerc op 2. En ik denk wel een 3 voor Verstappen. Zo, zijn we al verschillende voorspellingen dit jaar. En jij, Maurits? Ik denk... Jij geeft nooit jouw top 3 eigenlijk. Bijna nooit. Nee, ze komen ook nooit uit. Dat is makkelijk. Als je niet voorspelt, komen ze ook niet uit. Ik denk wel dat David inderdaad gelijk heeft. Dat Ferrari oogt wel bijzonder sterk als het niet intern verprutsen. Ik bedoel dat ik zei. Nou, ik denk dat... David zei Mercedes. Vettel wint. Oh, sorry, ja. David zei het, maar hij voegde daad niet bij het woord in de zin van de voorspelling. Je zei vorige week het te kloppen team, maar je voorspelt nu in Mercedes 1-2. Ik denk Vettel 1, ook omdat gewoon Leclerc niet nog een zegen gun. 2 Hamilton, 3 Verstappen. Nou, dat is een mooie... Het zou een mooi podium zijn. Toch? Ja, van alles een beetje. Ja. Goed. Voor iedereen wat wil. Hebben we alles gehad? Is het lijstjesman er al zijn feitjes heen? Nou, die heeft nog een heel boekwerk hier, zie ik. Die zit je met een roman, man. Ja, ik ben gewoon goed voorbereid deze aflevering. We kunnen deze podcast naar een uur gaan trekken op deze manier. Ja. Wanneer gaan we jouw goede voorbereiding een keer merken, Sebastian? Dankjewel. Goed. En op die positieve noot was dit de 16e aflevering van Anderkant 2019. Dank weer natuurlijk aan David, Cher en Sebas. En een speciaal woord van dank aan Michel Blekenmolen. Over 2 weken zijn we weer terug. Dan is op het thuiscircuit van Honda. Kijken of Verstappen daar zijn derde zegen of in elk geval een volgende podium kan pakken. Dank voor nu en tot over 2 weken.